Nee, ik rijd er niet helemaal op. Ik denk dat die gaat dat niet redden. Dame, ik heb hem meer van. Heb je meer van die weg gedaan, maar? Jawel. Moet ik even opbouwen. Dat is lastig. Wat is je engel? Oh, daar. Wacht jij maar een uurtje. Pas op dat het niet zeg, hoor. Pas op dat het niet rog is. Ja, ik denk het ook. Als het wel een rog is, wat dan? Dat ligt bij jullie. Ik voel mij een stukje vis. Ja. Drie, dat zet je niet bij. Het lijkt me dat het een rog is, want dan... Hij wil niet. Die rog kan je niet pakken. Even een wandelaar door, toch? Kijk bij jullie als jullie willen, nee maar. Kijk, gooi die ben, dat is de rog. Gewoon achter die net gaan. Ja, juist, ja. En dat is de rog. Maar je moet hem voelen. Je moet de lijn strak houden dus. Ja, een beetje strak. Dus je vreet hem heel snel. Dan laat je hem los. Hé, opa, word je een beetje moe of niet? Die hengel wordt goed in elkaar geschoven. Nee, nee, het is geen rog. Het is geen rog. Rog trekt nooit zo. Het is geen rog, hè? Dan ben ik toch benieuwd wat voor... Nee, nee, nee. Zo eventjes. Ja, nee, nee, ik denk dat een katje gaat zijn. Katvis? Een katvis. Die heb je heel veel. Nou, meer van. Lekker op, padje. Jongen, jongen, jongen. Zit die pook een beetje in zijn kruis te douwen hier ook? Ja. Nee, dit kan er nooit erop zijn. Maar die rog blijft gewoon steek hoor. Ja, ik weet nog niet wat ik allemaal weg moet met die rog. Waarom wil je die hengel zetten apart? Ja, ik wou met die hengel gaan vissen. Maar... Ja, maar dan zet je dit bekant en hengel met dat. Oh, die is steviger. Oh, die is steviger. Ja. Deze is veel steviger. Ja, dan vangen we meer van allemaal mee. Hey, dat is best gebouwen. Dat kun je bouwen. Doet hij niet? Ja, draai je aan buiten. Hier, draai je wat. Ik denk dat je het spoelig een beetje tegen moet houden, of niet? Ja. Koffie, Dirk? Ik wist niet dat die... Ik wist niet dat die hengels ook parabolic waren. Nou, we gaan naar huis. Ik ben nog voor vandaag. Pak eens een schaartje. Dat blijft wel lang duren. Mag ik op mijn kenje? Ja, fijn, dat hebben we een halve dag. Ik moet hem eraf halen hoor. En mijn rolletjes vol hoor. Een oude val spelen. Je hebt een zwaar loter dan. Zo, maar ga je hem niet kunnen brengen. Huh? Je moet hem moeite maken om naar binnen te brengen. Lang, je moet hem niet laten gaan, je moet hem binnen takelen. Even binnen takelen, zeg. Dat lopen moet je hem weer vastzetten. Ja, dan gaan we ook met die zware stokken aan de rij zetten. Pak, 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 pak die bal. Wacht, laat maar houden. Engel is gebroken. Nee, laat maar houden. We gaan met de hand brengen. We gaan hem moeite maken om met de hand te brengen. Heb je geen oud klosje? Maar een engel zeker. Gast, ze slopen ook alles. Hij is op de kruis afgebroken. Hé, maar, moet je. Trek die van, trek die van, trek die van. Draai, draai, draai. Kijk uit hoor, die slaapscherpje hoor. Hé, maar dit ga ik op YouTube zetten hoor. Je gaat doek? Ja, dat vind je vinger, hè. Die lijn. Hij heeft toch een oud klossie? Ja. Zo, wat is dat dan? Het is wel een rog. Pak, nee, 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 niet op. Dat is mijn vinger, dat is een rog. Een rog. Ja. Is die los? Ik moet even uitkijken, hè. Dat is touw. Ik ga er niet. Ja, jij bent daar gevist. Ja. Jij mag naar huis. Dat is een rog. Je zat te diep te vissen. Ja, joh! No. Als je die draad besluit erin, kan je weer vissen. Wat ga je te doen? Ah, gooit je het busje weg wat die draad trekt. Als je de andere helft draad trekt, dan kan je er nog in. Zo, hey, ik ga mijn hengel klaarmaken.